Nou, een hele, hele goede zondagmorgen. Welkom, lieve YouTube-kijkers van De Stofjes. Ben ik weer. Zondagmorgen praat. Yes. Ik ben weer even lekker in de gym geweest. Dus dat was goed. Op de loopband, meteen al een feitje, op de loopband gaat het langzaamaan steeds en steeds beter. Oftewel, ik heb vanmorgen natuurlijk weer weer geprobeerd op de loopband te staan. En natuurlijk te hardlopen, want ja, alleen op de loopband staan, dat kan natuurlijk iedereen. Maar op de loopband gestaan om weer eventjes te gaan hardlopen op de band 12 minuten. En ik ben nu al bezig om mijn tempo rustig aan op te bouwen. Dus ik begin eerst met 9 km per uur en dan bouw ik hem op. En ik heb vandaag tot aan de 10 per uur opgebouwd. Dus er zit progressie in, zoals ze het dan met een mooi woord noemen. Dus ja, dat is dat is happy. Daar ben ik blij mee dat het nu zo langzaamaan rustig aan gaat verbeteren. Want ik wil gewoon nu werken naar wat ik al eerder zei. Ik wil nu gaan werken naar het feit dat ik straks in het voorjaar, rond februari, maart, dat ik dan weer naar buiten kan om weer in het bos te gaan hardlopen. Dat is waar ik nu op zin speel. Dat wil ik weer gaan doen. Ik wil weer iedere ochtend of iedere zondagochtend weer gaan lopen en in het bos gaan hardlopen. Dus daar ga ik naartoe werken. Nou, gisteravond wou we even wezen uit eten in Uden, het paradijs. En ook die was wel lekker. Dat was lekker gisteravond. Maar overzij, ik heb niet te veel gegeten. Ik heb precies genoeg gegeten. Soms heb je wel eens, dan ben je aan het eten en dan heb je eigenlijk, ja, in één keer kom je dan, als je dan thuis bent, heb je het gevoel dat je in één keer toch te veel hebt gegeten. Dat een beetje je buik op pijn doet en zo. Nou, daar had ik gisteren eigenlijk helemaal geen last van. Dus dat was parfait. Was dat. Vandaag ook verder geen voetballen. Dat wordt overgelaten aan Bas. Dat gaat Bas. Dus ook daar heb ik vandaag niks mee te maken. Wat ik wel heb gedaan, is dat ik mijn motor weer heb gemaakt. Ik heb het foutje opgelost. En ja, misschien afhankelijk of dat het weer een beetje zo blijft, ja of nee. Temperatuur zou ergens rond de 70 graden moeten komen liggen vandaag. Heel misschien dat ik vanmiddag even een rondje ga rijden om lekker even te testen. En dan dan is dat in ieder geval weer gefixt. Daar ben ik ook wel blij mee. Dat ging gisteren eigenlijk best goed, gistermorgen. Natuurlijk, als je dat al twee keer, bijna drie keer, nee, ja, drie, nu de derde keer hebt gedaan, dan raak je wel bedreven hoe dat het moet. Maar iedere keer is het toch weer eventjes een uitdaging. Hoe lang gaat het duren? De ene keer wil het dan toch weer net even anders lopen dan normaal. Maar goed, hij is weer gemaakt. Hij doet het weer. Dan moet ik naar het andere puntje gaan zoeken wat ik voor een paar weken terug had opgelopen. Dus daar moet ik nog eventjes naar gaan kijken. Dat heeft er weer te maken waarschijnlijk met de frequentieregelaar. Daar zou mogelijk een probleempje kunnen zitten. En die frequentieregelaar die zorgt ervoor dat jouw accu opgeladen wordt. En dat die dan de juiste spanning gaat afgeven. Zodat ik door kan. En als dat dus niet gebeurt, dan raakt de accu leeg. En dat is waarschijnlijk wat ik een paar weken terug heb gehad. Met dat toerritje. Omdat die frequentieregelaar dan heet wordt. Ja, gebeurt er blijkbaar iets. Ja, waardoor die iets niet goed doet. Het kan ook zijn dat het te maken heeft met een connector. Dus dat een bepaalde connector niet helemaal goed is.
Dus, maar dan moet ik allemaal gaan bekijken. Maar uiteindelijk, ik kan wel gewoon rijden, zeg maar. Dat is geen probleem. Alleen je moet even uitvogelen in hoeverre dat die vakantieregelaar, of dat het dan zeg maar verder nog invloed heeft. Dus. Nou, ik rij de straat in van mijn thuis. Dus, dat houdt in dat ik zo meteen weer ga afsluiten. Ik had verder eigenlijk ook geen andere bijzonderheden. We gaan natuurlijk naar de koude periode tegemoet. En dus wordt er minder motor gereden. Werk. Ja, wordt ook weer leuk. Of we gaan wel iets bijzonders meemaken op het werk, maar dat kan misschien wel erg leuk gaan worden. Dat wij nou aangemerkt zijn ook als dat wij mensen kunnen gaan opleiden. Huismeesters kunnen opleiden. En dus dat wordt ook weer een nieuwe uitdaging voor ons. Dus helemaal top. Nou goed, ik ben weer thuis. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Ik kijk wat volgende week wordt. Ik heb verder even op dit moment geen idee. We hadden wel een planning, maar ik ben de planning even kwijt. Dus ik zal het wel zien. Nou, in ieder geval tot de volgende keer. Even duimpje omhoog, even abonneer op mijn kanaal en dan zie je de volgende week weer terug. Ik zeg de groeten en ciao.